Ik ben Annemarie. Ik rijd in een Mini Cooper. Deze auto is van 2003 en ik heb hem in 2005 gekocht. Dus ondertussen rijd ik er al 10 jaar in. En ik ben heel erg benieuwd hoe die uit de test komt. Bijna 300.000 kilometer in een, nou in ieder geval, licht gemodificeerde Mini. Ik denk dat jullie het ook wel kunnen horen. Daar zit iets van een openluchtfilter op ofzo. Qua beleving echt 100 punten. Klinkt super goed. Verder, zoals jullie misschien al kunnen zien, regent het vooral hard. En hoor ik eigenlijk helemaal niks. Mevrouw klaagde over wat gerammel. Nou ja, na 298.000 kilometer mag dat op zich wel. Maar wat ze precies bedoelt, ik heb geen idee. Ik kan het gewoon niet horen door al het water wat uit de lucht komt. En sneeuw zelfs erbij. Dus het gaat vandaag toch voornamelijk op de brug plaats moeten vinden. Kijk, daar heb je dus ook net niks aan. Een nieuw Mini van de eerste generatie staat niet bekend als de allerbeste occasion die je kunt kopen. En misschien is dat wel de reden waarom ik ze nooit aantref in de Klokje Rond mailbox. Maar vandaag is het toch gelukt. We hebben er eentje te pakken. 3 ton op de teller uit 2003. Nou, daar zit hij. De paddenstoel waar we het net al over hadden tijdens de proefrit. Daar komt dus dat geluid vandaan. Ik heb die auto's wel eens vervloekt, echt, omdat het zo verschrikkelijk krap is. Je kan nergens bij. Ze hebben dat neusje. Ja. Het is gewoon een heel klein autootje eigenlijk. Of klein, relatief klein. Dus als je een V-snaar moet vervangen, ja. Ja, ziet maar. Succes man, hij zit daar. Ja. Maar bij jou ziet hij er nog keurig uit. Dus ik... Ja? Ja. Nou, hier zien we het vaatje van de stuurbekrachtigingsolie. En dat reservoir is identiek aan een hoop exemplaren in BMW's. BMW is ook betrokken bij de ontwikkeling van deze auto. En zoals het een goede BMW betaamt, lekt dat vaatje. Ze lekken altijd namelijk. En dus ook bij deze Mini. Nou, zo te zien is de uitlaat van deze Mini recent vervangen. Dat is een heel mooi exemplaar nog. Alleen dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Hier zit een plaatje gemonteerd ten behoeve van versteviging van de carrosserie en ophanging van de uitlaat. En dat zit met allemaal, ja, vermoedelijk zelf tappende parkers vast. Maar alle normale montagepunten zijn afgebroken namelijk. Dus roest heeft hier toch wel zijn tol geëist. Last but not least zijn ze daar ook een uitlaatrubber vergeten. Aan de linkerkant zit er wel in en aan de rechterkant helemaal niks. De remleidingen van de Mini lijken mij nog origineel, zo keurig zit het eronder. En aan de roest te zien is dat ook zo. Zeker geen schande voor zijn leeftijd, maar daar zal, ja, denk ik, binnen nu en een jaar toch wel het een en ander aan vervangen moeten worden. Gezien de roest. Nou, deze mislamp, daar is iets met kortsluiting gebeurd, want die is gewoon helemaal weggesmolten van binnen. Nou, deze lampen zie je wel vaker op Minis en ik weet niet of het een origineel accessoire is, maar ze roesten in ieder geval enorm. Hier kan ik gewoon mijn vinger erin steken aan de achterkant en bovendien, aan de bedrading te zien, is het er achteraf bijgebouwd. Hier zit een reletje, dus ik denk dat ze via het groot licht werken, dat ze dan meeknipperen of misschien met de mislampen mee. Maar ja, het oogt niet echt origineel en er zit ook meer roest op dan alle andere delen van de auto, dus...
Joep, je vertelt me net dat je helemaal niet van minis houdt. Nou, ik heb een beetje een ambivalente verhouding met minis inderdaad, Niek. Enerzijds vind ik dat ze heel lekker rijden. En dat is echt een plus. Maar qua sleutelen, er gaat veel kapot. Het sleutelt moeizaam allemaal. Dus op dat gebied hou ik er niet van. Nee, klopt. Wat zijn nou de dingen die kapot gaan aan zo'n auto? Nou, deze auto's hebben veel kapotte wiellagen, stuurpompen, problemen met versnellingsbakken, bepaalde modellen met distributiekettingen en spanners. En zo nog wel wat zaken. Ja. Maar dit specifieke exemplaar gaat wel goed, geloof ik, hè? Ja, deze heeft echt een heel goed baasje. Dat kan niet anders. Want goed onderhoud, dat blijkt maar weer, dat loont. Want hier mankeert bijna niets aan. Nee. Dat na 300.000 kilometer, dat hadden we vooraf niet verwacht. Nee, eerlijk gezegd niet, nee.